Als ik bij verkopers thuis kom, vraag ik ze altijd of ze precies weten waar ze in financieel opzicht staan en of ze ook weten wat hun vervolgstappen zijn. Dat is namelijk de basis van een goede onderhandeling. Je kan onmogelijk op het scherpst van de snede onderhandelen als je niet weet hoeveel ruimte je hebt bijvoorbeeld om te zakken met je vraagprijs, zonder dat je je vervolgaankoop in gevaar brengt. Als je huis bijvoorbeeld onder water staat en je hebt een restschuld, dan is bij een verkoop niet alleen belangrijk dat een koper zijn financiering ook geregeld krijgt, maar ook dat jij als verkoper weet hoe jij je restschuld gefinancierd krijgt. Daar zal je in een onderhandeling dan ook zeker rekening mee moeten houden. Het in kaart brengen van jouw eigen financiële situatie helpt je niet alleen bij het bepalen van je onderhandelingsruimte, maar helpt je ook bij het verzinnen van allerlei creatieve oplossingen op het moment dat je verkoop niet 1, 2, 3 rondkomt. Laat deze dan een berekening maken die je helpt te bepalen van wat je hebt en wat je kunt, zodat je uiteindelijk een veel beter en een weloverwogen beslissing kan nemen.